De O4-tableau is natuurlijk ook geschikt om desserts te maken. Vandaag, om een beetje in de lentesferen te blijven, ga ik een dessert maken van ananas, gebakken ananas, blauwe bes, ik heb blinis en clotted cream. We beginnen eventjes met de blini. Die gaan we eerst langzaam bakken op de O4. Ik heb daarvoor gebruikt kant-en-klare blinis. Ik kan ze natuurlijk ook even zelf maken. De ananas, die hoor je ook meteen mooi sissen. Dat betekent dat de plaat goed heet is. Een heel klein beetje olie over de blinis. En deze moeten eigenlijk alleen maar heel even kort opgewarmd worden. En dat ze nog een klein beetje extra kleur gaan krijgen. Als je er nog een beetje een spannende touch aan de ananas wilt geven, kun je er wat fijn gesneden rozemarijn over doen. Er zit natuurlijk ontzettend veel suiker in de ananas. Op het moment dat je dat natuurlijk mooi gaat verhitten, gaat het karamelliseren. En krijg je dat hele mooie goudbruine laagje op de ananas. Op het moment dat eigenlijk de blinis mooi gebakken zijn, zoals nu, ga ik ze dus schuiven naar de kant waar het niet zo heet is, om ze warm te houden. En dan kunnen we daarna het gerechtje dadelijk gaan afmaken. Om het gerechtje op te gaan maken, beginnen we op het bordje met een klein beetje van de clotted cream. Doen we een klein veegje onderop. En daar leggen we de eerste blini bovenop. Dan blijft de blini goed liggen. Dan leggen we wat ananas op. Je ziet dat die mooi gekarameliseerd is. Dan weer een klein beetje clotted cream erop. Wat blauwe bessen er doorheen. Pakken we de volgende blini. En die leggen we er ook weer bovenop. En ook daar pakken we weer een klein beetje clotted cream op. Dat het wel een smeuïg geheel gaat worden. De laatste stukjes ananas die pakken we dan boven de blini. En dan zie je ook dat eigenlijk die clotted cream die gaat een beetje smelten. Wat blauwe besjes eromheen. Als je toch een mooie bite hebt in het gerechtje. Een klein beetje clotted cream bovenop. Dat je er nog lekker overheen kan smelten. En om het geheel af te garneren pak ik een citroencres. Om wat frisse tinten in het gerechtje te krijgen. Eet smakelijk!